Mobiliteit is voor 1/3 verantwoordelijk voor alle CO2-uitstoot in onze provincie Gelderland. Dit betekent een enorme opgave voor ons programma Mobiliteit vanuit het Gelders Energieakkoord. Samen moeten we 2 megaton CO2 uit het systeem halen. Oftewel 12 miljard autokilometers minder maken. Dat betekent omgerekend 1000 kilometer per individuele burger van de provincie Gelderland. Ook het vrachtverkeer ontkomt niet aan een forse reductie. Ook daar gaan we naar kijken. Op die manier pakken we alle oplossingen bij de hand die een concrete bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hoe gaan we dat doen? We gaan schoner reizen, we gaan slimmer reizen en we gaan ook minder reizen. Schoner reizen betekent de overstap naar nieuwe schone brandstoffen, elektrisch, waterstof, biobrandstoffen voor de vrachtwagens bijvoorbeeld. Slimmer reizen betekent niet altijd standaard in die auto, maar pak ook eens de fiets, het OV of maak een ketenreis en gebruik daarvoor bijvoorbeeld de nieuwe hubs. En minder reizen, kijk ook eens heel kritisch of je altijd wel die reis echt moet maken of dat je het ook op een andere, creatievere manier kan oplossen. En hoe willen we dan veranderen, vergroenen en verminderen? We hebben daar een aantal instrumenten voor. Eén daarvan is om te kijken dat we elektrische deelauto's kunnen stimuleren. Een tweede is dat we elektrisch vrachtvervoer willen stimuleren. En we willen kijken naar duurzaamheidszones om te zorgen dat we ook aan de reguleringskant wat kunnen doen. En een van de belangrijkste is nog, voor jou, hoe krijgen we nou iedereen aan het andere gedrag? Binnen de regio's wordt al hard gewerkt aan bereikbaarheid. Wij willen daar duurzame mobiliteit aan toevoegen. Wij komen graag helpen om op regionaal en lokaal niveau nieuwe coalities te sluiten. Doe mee, samen krijgen we het voor elkaar.